Hallo jongens en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we echt iets super leuks doen. Ga jij uitleggen wat we gaan doen? Oh, leg jij maar uit man. Gewoon steen, papier, schaar doen, niet uitleg. Steen, papier, schaar. Ja, we gaan dus een spel spelen. We gaan elkaar 5 vragen stellen of in totaal 10 vragen stellen. En als wij een vraag niet beantwoorden of niet willen beantwoorden, krijgen we een klap met... Meel. Baking powder. In ons gezicht. Dus. Oké, de eerste 5 vragen, dat zijn persoonlijke vragen. Dus ik ga je vragen stellen over mij. En als je niet weet, dan mag ik je slaan met meel in je gezicht. Ja. En de laatste 5 vragen, dat zijn vragen die ik aan jou ga stellen. En als jij niet wil beantwoorden, dan mag ik je klap geven. En ook voor jou. Oké, we gaan steen, papier, schaar. Wie gaat beginnen met de vraag? Steen, papier, schaar. Oké, ik begin. Waar ben ik geboren? Almere. Oeh, oké, ik vond het goed. Ik had allemaal klaar, jongens. Welke kleur pruik is mijn lievelingskleur pruik? Kijk, maar dit doe je expres, want als ik hem de goede noem, noem je een ander. Nee. Heb je het opgeschreven, het antwoord? Moet ik dat doen? Nou jongens, vond ik heeft dus haar kleur opgeschreven. Wat haar lievelingspruik is, want ik weet zeker als ik het juiste antwoord heb, dat ze toch een andere kleur gaat doen. Oké, welke kleur pruik is mijn lievelings? Rood. Ja. Toch? Ja. Oké. Wat is mijn droom? Nee. Je hebt heel veel verschillende dromen. Wat is mijn hoofddroom? Ik zat alvast poeder in mijn hand hoor. Financieel onafhankelijk zijn. Oké, maar dat is geen juist antwoord, want dat wil iedereen. Wat wil ik laten worden? Miljonair. Zet je gezicht man. Huh? Jij gaat hem krijgen, jongens, zien jullie dit goed? Maar nu mag ik je wel echt volop in. Nee, niet hard, ga niet hard doen, want dan krijg je hem terug, hè? Oké, ga hem niet hard doen. Wow. Heel Face ID herkent me gewoon niet meer. Wow. Ik blijf ook maar poederen van je gezicht af. Hè? Oh shit, ik heb nieuwe wimpers op. Ja? Kan je het niet schoonmaken? Oh, Davien, voor deze haat ik je echt, man. Kijk, ik kan ze gelijk weggooien. Ja? Zij wel toch zelf. Voor welk dier ben ik bang? Duif. Ja. Aai. We gaan niet vies worden vandaag. Wat is de gekste plek waar wij seks hebben gehad? In de sauna. Jawel, bij die oude mensen. Nee, fout. Wat is de gekste plek dan? In Griekenland, weet je dat niet? Nee, in de berg is... Sorry hoor, maar in een naaktsauna is gekker dan in de berg in Griekenland hoor. Op een berg, op de hoogste berg in Griekenland, waar iedereen ons kan zien. Nou, waar al die oudjes langs lopen is wel wat raarder hoor. Nou, ik vond dat de gekste plek. Nee, sorry, ik vind dat niet de gekste plek. Dus in een sauna, ergens in Nederland, tussen de oudjes vind je gekker dan ergens hoog op een berg in Griekenland. Ja, raar toch? Of gekste van de lidste bedoel. Ja, de lidste plek. Ja, nee, sorry. Nee, maar gekste is toch... Gekste kan ook raarste zijn. Nee, deze telt niet. Oké, dan ga je 7, jij bent niet. Oké. Wauw. Wat is mijn sterrenbeeld? Kut man, je hebt het er zo vaak over. Kut, sorry man. Januari, wat was het ook alweer? Wacht, ik ga hem echt eten. Dan mag ik nadenken, jongens. Kerel, je hebt diezelfde van gewoon gekke mensen hebben die vaak. Wat is dat nou? Ja, te lang. Oké, ja, ik weet het. Wat was het ook weer? Steenbok, toch? Waterman. Oh ja, shit. Daar komt die hoor. Oh, nee, maar deze was wel echt hard. Deze was wel echt hard. Shit. Oké, jij bent. Kut. Wat is mijn schoenmaat? 42,5. Fout. Je hebt 42,5. Maar 43. Kijk hier, mijn slippen. Nee. Je hebt maar 42,5. Nee, ik heb maar 43. Nee, ik heb maar 43,5. Kom maar. Huh? Zet hem goed, dan niet bang van je. Zet hem zo. Huh? Kill, volop in mijn oor, man. Lekker, hè? In welke maand hebben we 2 jaar? Wow. Als je dit niet weet, ben je echt... Maar dat is wel een moeilijke vraag, man. Kill, maar dat is echt een vraag.
We hebben geen datum afgesproken. Jawel, dat hebben we wel. Ja? Wow. Oké, jammer, kom maar weer. Nee, wacht, oké, ik ga hem echt goed zeggen nu. Let op, hè. Januari. Nee, niet eens in de buurt. Waar dan? Wanneer dan? Mei. Mei? Ja. Oké. Lijkt zo mijn alles koekjes hebben gewonnen. Onder, jongens, alles zit ook echt onder hier. Wat is mijn lievelingskleur? Zwart. Fout. Wat is je lievelingskleur dan? Bruin. Sinds wanneer? Dit is zeker niet. Nee, je draagt alleen maar zwart. Hoe is je lievelingskleur bruin? Maar zwart is geen kleur, dus dat kan sowieso niet. Maar sinds wanneer is je lievelingskleur bruin? Sinds wanneer is het zwart? Oké, het is geen bruin, het is soms groen, blauw, maar het is sowieso geen zwart. Nee, daar heb je geen lievelingskleur. Zwart is geen kleur, dus dat kan niet, dat is fout. Andere kant, maar die heb je niet. Huh? Ja? Waar ben ik allergisch voor? Katten. Dit zijn de vragen die we nu aan elkaar gaan stellen. En als we geen antwoord willen geven, dan mogen we elkaar een klap in het gezicht geven. En het zijn ook best wel spicy vragen, dus ik ben benieuwd. Ja, oké, wie is eerst? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ik ben. Okay. Met wie is je meest gênante sekservaring en waar? Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Ja, gooi je man, man. Gewoon deze kant, hè? Kom maar. Oh, nee, maar dit was wel echt hard, hè? Je slaat me gewoon volop in mijn gezicht, jongens. Oké, goede vraag voor jou. Ja. Heb je ooit, per ongeluk, tijdens het billenvegen, poep aan je hand gehad? Ja. Volgens mij iedereen wel, toch? Volgens mij heeft sowieso iedereen soms per ongeluk een centimeter te ver naar boven en dan veeg je zo met je middelvinger. Met je middelvinger? Ja. Veeg je zo per ongeluk met je middelvinger je kont af. Wie is? Jij? Oh ja. Waar heb je voor het laatst om gehuild? Wow. Ik weet het niet, man. Het is wel heel lang geleden. Ik denk wel echt 3 jaar geleden. Oké, okay, en als je niet weet, dan krijg je ook eentje. Nee. Jawel. Oké, okay, dan vorig jaar. Om wat? Vlees was op. Nee, ja. Je mag niet liegen. Oké, op mijn voorhoofd, hè? Ja. Wow, oké. Okay. Hoe vaak heb je seks gehad op één dag? Hoe vaak heb ik seks gehad op één dag? Op één dag. Ja, dat is een diepetje. 3 keer. Ja? Ja. Oké. Okay. Waar schaam je je het meest voor? Oh. Niks eigenlijk. Mm. Ik heb niks om voor te schamen. Oké, jij bent. Hoeveel is je body count? Ja, kom maar. Ja? Kom maar op. Nee, jongens, daar gaat hij. Let jullie goed op. Zoveel. Ja, kijken jullie goed, jongens. De video! Ja, klaar. Ik had het hele huis zit al onder weer, jongens. Volgende vraag, jij bent toch? Zo, deze moet wel even in mijn story, hoor. Oké, deze vraag. Wacht. Ik ben echt heel benieuwd naar dit antwoord. Ik wil ook helemaal pijn, man. Ik roep een spook, what the fuck. Laat ik zo'n crème wenkbrauw hebben. Ik lijk op een alien, oké. Okay. Ben je klaar voor deze vraag? Wacht even hoor. Ik ben echt heel benieuwd naar zijn antwoord. Als je nu single zou zijn, in welke bekende chickie de DM zou je sliden? Verdenk hoor. Wow, dat is wel echt een moeilijke man. Ja, is het moeilijk? Ja, want ik vind echt niet zoveel vrouwen knap. Qua bekende... Oké, ik denk... Wie ik er een beetje goed vind uitzien. Niet dat ik het echt zou doen, maar ook als ik single zou zijn. Ja? Ja. Ik denk... Hoe heet ze? Dit wordt ze echt graag hoor, jongens. Ga ik lekker niet zeggen, sla me maar. Oh, dit. Zo, hè? Nee, de Pio. Dit is de stand van zaken, hoe ik er nu uitzie. Oké, nu ben ik gekramd. Oké. Ik heb mijn oog. Oh, shit.
lijk op die man draaien met een gezicht, man. Hey Orange heet hij toch zo? Nou jongens, ik heb me voor mijn gezicht net school gemaakt, want voor een coach die bleef maar poeder gooien. En jij moest nog één vraag stellen. Zo ziet hij elke ochtend uit, toch? Als je make-up op doet. Nee, grapje. Wat was de. Jij hebt één vraag nog, toch? Ja, jij hebt ook nog één vraag. Oké, we hebben allebei nog twee vragen. Eén vraag. Of één vraag. We hebben in totaal twee vragen. Ja. Eén moment hoor. Met hoeveel mensen heb je het op één dag gedaan? Met hoeveel mensen? Ja, met hoeveel mensen. Dus met hoeveel mensen heb je het max op één dag gedaan? Twee. Oké, jij mag. Hoe lang is je mandingo? Wow. Ik weet niet, man. Jij weet dat toch, hoe lang die is? Als je niet weet, weet je ook wat het is. Oh, nee, ik weet het, Oh, je weet het, Ik denk 22 of zo. Je moet exact weten. Ja, ik heb hem niet gemeten, maar ik denk wel 22 of zo, 21 centimeter. Ja, man, ik wil echt nog één keer meel in je gezicht gooien. Nou, ik heb hem toch overleefd, jongens. Nee, is goed nog, ik heb hem al gehad, mijn ogen, alles, hè. Kijk hoe jij eruit ziet. Ja, ik zie er echt niet uit. Nee? Zou je zo over straat durven gaan? Ja. Ja, jawel, jij doet dat wel. En dan zo in de supermarkt achter mensen aanrijden. Spooky. Oké, jongens, wat vonden jullie ervan? Ik vond het super leuk. Laat een. Hoe zeg je dat allemaal? Doe jij maar. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En volg ook natuurlijk Original Noisha op Instagram. Op naar de. Ja, hij heeft pas de 10k gehaald. Maar zit je op 11k, toch? Ja, bijna zoiets. Dus je bent official influencer eigenlijk. 10.000 is niks deze tijd, man. Op naar die milli. Ja, maar je hebt in ieder geval geen volgers gekocht. Nee, dat doen we niet, jongen. We zijn geen. Oké, nou, als einde ga je nog even een dikke lijn. Doe maar. Dan komt die, jongens. Nou, zie jullie bij de volgende video. Doei. Bye.